En heel Eindhoven staat natuurlijk ook stil bij Lennart T. Wat een geweldige actie van hem. Hij is dus stamceldonor. De Jong. Goed verlengd. Ramselaar. Kan dat ook. Bergwijn. Hendricks heeft iemand in de rug. Dus weinig tijd. Nog eens Bergwijn. Voorzet is goed. De kopbal van De Jong is dat op zich ook wel. Maar hij komt wel net naast. Leemans is dan de man van de standaard situaties. Maar dan gaat de bal naar Promes en die staat toch helemaal vrij. Is iemand is hem helemaal kwijt. En in de 11e minuut is daar het applaus voor de nummer 11 die er niet is. En om zo'n goede reden zijn maar weinig voetballers ooit afwezig geweest in de Eredivisie. Lennart T. Je ziet wel wat spelers glijden. Moeite met de grasmat. Lozano. Strakke bal. Ja, die gaat er bijna gewoon in. Het zal toch een voorzet zijn geweest. Of is hij wel heel enthousiast en optimistisch over zijn eigen kansen vanaf die plek. Ramselaar. Heeft Arias bij zich. Kiest voor Lozano. En die schiet op Hoenestal. Nog eens. Nu de voorzet van Arias. En een makkelijkere bal voor de doelman. PSV dringt wel wat meer aan nu. Goeie bal van Leemans. En weer staat er iemand helemaal vrij. Nu is het Russeler. De tweede centrumverdediger van VVV. Die volledig vrijkomt bij zo'n vrije trap. Het is echt onvoorstelbaar. Arias. Oh, iedereen glijdt weg. Dan kan je uithalen. Is het schot ook goed? En is de redding van Hoenestal een stuk lastiger dan hij al tot nu toe heeft moeten maken. Voorzet nu van Arias. Geen De Jong. Wel wellicht Lozano. Een omhaal. Ja, een omhaal kan altijd. Hij zat natuurlijk op de tribune toen De Jong het deed. Knal van Arias op weg naar de hoek, maar daar legt Oenestal in de weg. En Oenestal heeft al heel snel doordat deze bal naast gaat, maar zoveel scheelt dat niet. Lozano. Bergwijn. Dan weer een schot. Lozano. Chipt in richting De Jong. De Jong verlengt en Oenestal, wat een redding. Wat is die snel naar de grond. Veel dichterbij is PSV niet geweest. In ieder geval de beste redding van Oenestal in deze wedstrijd. Razendsnel naar de grond. Bal richting Van Krooi. Die kopt. Dat is nog knap getimed. Toch niet de langste van het stel. Seuntjens. Seuntjens uiteindelijk de bal kwijt. En dan een overtreding die hem geel kost. Leemans. De Jong, Bergwijn heeft hem lekker liggen voor een schot. Maar schiet hem een metertje wat naast. Handig. Hendricks krijgt hem ook voor, maar net niet tot bij Ramselaar. Seuntjens, mooi gedaan. Kan die Kastelen wegsturen. Van Krooi, Seuntjens, Hunte is voor het doel. Daar is Hunte, daar is Van Krooi. Daar is Kastelen en die wordt op tijd verdedigd. Nota bene door Luc De Jong. Die is het die de kansen van Kastelen, en het is een enorme kans als De Jong daar niet staat, voorkomt. De Jong. Hendricks. Vindt hij ruimte voor een schot? Nou, hij krijgt een vrije trap. Seuntjens houdt vast. En dan moet Seuntjens eraf. Krijgt hij zijn tweede gele kaart.
De enige speler met een gele kaart tot nu toe in de wedstrijd krijgt zijn tweede. En dit is vooral van zo'n ervaren speler een hele domme actie. Hij moet dit niet doen, want dit is geel. En dus moet VVV met de 10 man nog een dik half uur zien vol te houden in Eindhoven. De bal wordt verlengd en op de lat gekopt. Schwab dichtbij de 1-0. Lozano. Te kort voor de Jong. Hendricks glijdt. De Jong heeft. Moet hem nu aan Bergwijn geven. Dat doet hij. De kans is groot. Het doelpunt niet daar. Want Oenestal ligt maar weer eens in de weg. Arias. Kan er Hendricks. Kan hij misschien ook schieten? Dat is het idee. Ja, maar ja, Oenestal. Zie je maar eens te houden in Venlo. Wat een onwaarschijnlijk goede keeper voor VVV. De corner van Lozano. Schiet door en is voor een leeg doel uiteindelijk in het doel gewerkt. Bij de tweede paal zit hij er dan toch in en scoort Marco van Ginkel. De keeper die tot nu toe alles had, heeft dit niet en dat kan je hem niet kwalijk nemen. Van Ginkel scoort 11e doelpunt van het seizoen voor de aanvoerder van PSV. Bergwijn vertrokken. Zo uit de rug voor Rutteweg. Lozano en De Jong voor het doel. Bergwijn wil het zelf doen. Nee, hij geeft toch al goed voor op Lozano. Perfecte paas. Perfect uitgespeeld. En het is 2-0. En daarmee toch, zou je zeggen, gelopen. Hij dreigt hem zelf in de verre hoek te krullen, maar houdt juist het overzicht. De Jong vrij. Ik zou zeggen zo vrij dat het buitenspel is, maar de vlag gaat niet omhoog. Ja, het kan nog aardig op gaan lopen in de slotfase zo als PSV doorzet. En dan krijgen ze een penalty inderdaad. Kan het dan aardig op gaan lopen. De overtreding op Luc de Jong. Ja, Van Ginkel is de specialist. Lozano zegt mag ik een keer. Maar Van Ginkel zegt ja ik heb er al 6 benut dit seizoen. Laat mij het maar doen. En hij maakt hem gewoon heel beheerst. 3-0 PSV. Tweede treffer van Marco van Ginkel. En daarmee is de wedstrijd afgelopen en wint PSV dus met 3-0 van VVV. Het herstel is er ten opzichte van die zo pijnlijke nederlaag in Tilburg. Lozano terug met een doelpunt. Van Ginkel 2, maar makkelijk, soepel. Nee, dat was het ook zeker niet.